Na afloop van de wedstrijd PH tegen Silvolde praat ik na met Niek Heutink. Niek, gefeliciteerd. Dankjewel. Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat jullie het zo makkelijk hier zouden krijgen. Ja, dat klopt. Wordt hier een beetje... Ja, we begonnen de eerste 5-6 minuten nog wel redelijk. En toen kregen we de kans van Rick ook. En daarna zakten we een beetje weg en kregen hun steeds meer spel. En waren we een beetje aan het zoeken en kregen we meer het spel. En was het even zwaar. Ik denk dat je zelf terug kan kijken op een hele goede wedstrijd. Maar hoe moet dat nou ingooien? Ja, dat blijft lastig, hè. Ja, je handen in je nek en dan ver vooruit gooien. Maar dat lukt niet altijd. Volgens mij zag ik wat anders. Ja, dat klopt. Ik denk dat je blij moet zijn dat je gaat rusten. En dan de tweede helft zie ik toch een heel ander Silvolde. Ja, dat klopt. We hebben in de rust ook de boel weer goed neergezet. En elkaar nog een keer goed aangekeken. En, we hadden gewoon gezien dat we wel wat konden pakken vandaag. En dat pakt dan ook goed uit. De tweede helft hebben ze niet meer echt heel spel kunnen maken. En ik denk dat we het goed doen. Ik zei al, ik denk dat je zelf kan terugkijken op een goede wedstrijd. Dat zie je ook in de duels, hè? Die liepen ook steeds beter bij jou. Jouw directe man werd volgens mij niet gewisseld, maar had een wisselbeurt kunnen krijgen. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, je doet met z'n allen en zo goed als er een team staat, dat gaat met z'n allen. En wie dan goed speelt of niet goed speelt. Ik denk dat je zulke wedstrijden allemaal top moet zijn. Dus ja, of ik of een ander, dat maakt niet zoveel uit. Volgend seizoen, misschien een beetje te vroeg, want we zijn natuurlijk volgende week nog in de return voor een plekje in de eerste klasse. Maar waar speelt Niek Heutink volgend seizoen? Ja, bij Zwolle. Ja, is dat zeker? Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Ik hoorde dat je natuurlijk ook mede vanwege Jos Heutink deze kant op gekomen bent en dat Jos naar goal gaat. Maar het is zeker dat Niek Heutink volgend seizoen ook weer te bewonderen is. Niek Heutink is volgend seizoen ook gewoon weer te bewonderen op de Münsterman. Oké, maar in elk geval volgende week... Zondag. Wat doe je? Wat doe je volgende week zondagavond? Ja, als goed is feest vieren. Dan wens ik je heel veel succes daarmee. En nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel.